Mijn naam is Isabel Dix. Ik ben voorzitter van de commissie Economische Zaken en Klimaat. Die commissie houdt zich bezig eigenlijk met het hele gasdossier in Groningen, met de energietransitie die daarbij komt kijken natuurlijk, met het post- en telecommunicatiedossier. Over regeldruk wordt bijvoorbeeld ook heel vaak gesproken. De systemen zoals we die voor ondernemers hebben georganiseerd, die zijn soms zo ingewikkeld met zoveel formulieren die bijvoorbeeld ingevuld moeten worden. Daar hebben soms kleinere ondernemers helemaal geen tijd voor om dat allemaal in te richten. Klimaatakkoord, dat is natuurlijk een heel groot traject dat we met elkaar ingezet hebben om te kijken of we in 2050 energie-neutraal kunnen zijn. De situatie in Groningen maakt natuurlijk dat het gasdossier heel veel aandacht krijgt. Het is natuurlijk ontzettend gevoelig. Er gebeuren heel veel zaken, mensen zijn ongerust. En dat betekent dat de omvorming van het gas af natuurlijk heel veel organisatie vraagt, ook van onze commissie. We gaan met enige regelmaat op werkbezoek om ons op de hoogte te stellen van wat daar allemaal in de omgeving gebeurt. Daarnaast gaat de commissie natuurlijk op heel veel andere werkbezoeken. We gaan bijvoorbeeld naar agentschap Telecom op bezoek. We gaan naar de kerncentrale in Borselen, Tata Steel bijvoorbeeld. Dus ja, de commissie is heel erg actief om zich ook in de samenleving op de hoogte te stellen van wat er allemaal aan de hand is. Er worden natuurlijk ook algemene overleggen gevoerd. In die algemene overleggen wordt soms urenlang gepraat ook over het aanbesteden, het handelsbeleid van Nederland. Hoe kunnen we onze aanbesteding beter organiseren? Hoe werkt onze handelsbevordering? Dat zijn allemaal zaken die in commissievergaderingen aan de orde komen. En met name de gasdebatten zijn allemaal plenair in de grote zaal. De commissie heeft natuurlijk een ongelooflijk belang om ervoor te zorgen dat de positie die Nederland als exportland heeft gehandhaafd blijft. Daar moeten natuurlijk veel afspraken over worden gemaakt. Dat is ingewikkeld. Dus dat betekent dat zo'n commissievergadering er echt toe doet om met elkaar te bepalen hoe Nederland zich presenteert, ook in het buitenland. Er zijn natuurlijk in de samenleving ongelooflijk veel partijen en groepen die ideeën hebben. Die willen dat heel graag aan Kamerleden vertellen. En daar geven we alle ruimte voor om dat te doen in een ronde tafelgesprek bijvoorbeeld of een hoorzitting. Het is eigenlijk meer een soort trechter waar de samenleving allerlei ideeën ingooit, zal ik maar zeggen. Die vervolgens door Kamerleden worden gefilterd en zij halen eruit wat voor hen van belang is. En vervolgens wordt dat weer doorgebracht in overleggen en in besluitvorming.